Hallo allemaal, mijn naam is Jan en in deze korte tutorial ga ik jullie laten zien hoe je storende objecten uit een foto verwijdert. En dan gaan we kijken in Lightroom, Photoshop en Luminar. En welke van deze drie pakketten heeft nu mijn voorkeur? Allereerst even over deze foto. Deze foto is gemaakt recent bij de workshop Bruidsfotografie in Deventer met docent Arno de Bruin. We starten de foto in Lightroom. We gaan naar de ontwikkelmodule en hier onder het histogram bevinden zich de lokale gereedschappen, onder andere de knop vlekken verwijderen. Nou, we gaan eerst eens kijken met de mogelijkheid retoucheren. We kunnen de penseelgrootte instellen, de doezelaar op 100 en de dekking op 100. Ik maak mijn penseel iets groter en we beginnen hier bovenin. En kijken wat Lightroom voor ons doet. Nou, dit ziet er goed uit. Ik kan deze eventueel nog verslepen. Nou, daar is Lightroom in ieder geval in geslaagd. Dan gaan we kijken hier naar de tekst filmzaal. Nou, die moeten we iets verschuiven. En zoals je ziet verschijnen hier toch nog iets letters. En dat kunnen we oplossen door de doezelaar van 100 naar 0 te plaatsen. En kijk hoe mooi Lightroom dat corrigeert. Dus met deze twee gaat het helemaal goed. Maar nu komen we bij de stoelen. En we gaan kijken of we dit weg kunnen poetsen. Kijken wat hij doet. Nou, dat ziet er niet goed uit. En je ziet dat Lightroom automatisch een ander punt in de foto pakt. Deze kunnen we verslepen. En bijvoorbeeld hier plaatsen. Nou, je ziet nog steeds één grote smurrie. Dus hier ben ik helemaal niet blij mee. We gaan kijken. De doezelaar staat zelfs op 0. Als we de doezelaar op 100 zetten, dan zie je, wordt het niet veel beter van. Ik kan kijken of we hem nog naar een andere plek. Je ziet, dit gedeelte blijft niet goed. En dan zul je denken, ja Jan, maar je hebt hem op retoucheren staan. Waarom gebruik je niet klonen? Dat zou inderdaad voor deze een logische actie kunnen zijn. Dus we gaan eens kijken. Optie klonen. Nou, je ziet, dit gebeurt er nu met klonen. Gaan we deze iets dichterbij trekken. Het blijft niet best. Doezelaar. Nou, je ziet dus inderdaad, Lightroom krijgt dit gewoon niet voor elkaar om dit goed weg te werken. Dus helaas, Lightroom, je hebt gefaald. En we gaan kijken of we het in Lumina beter kunnen doen dan hier in Lightroom. Dus ik ga deze even weghalen. Ik zal deze even verwijderen en die. We beginnen helemaal opnieuw. Dus we hebben gezien, Lightroom, deze gaat goed. Dit gaat goed, dit gaat helemaal niet goed. We gaan kijken, we gaan rechtermuisknop, we gaan de foto exporteren naar Lumina 4. Kijken wat Lumina voor ons kan betekenen. Aangekomen in Lumina. We gaan dus hetzelfde trucje nog een keer proberen. We gaan naar het tapje Canvas en kiezen voor Vision. En nou is Lumina zo dat je eerst gaat verven welke onderdelen je gaat vissen. Om vervolgens op de knop vissen te klikken en alles in één keer wordt verwijderd. Ook hier maken we hem iets groter. Dus ik maskeer het gedeelte wat ik wil gaan verwijderen. Dan gaan we even kijken wat deze hier gaat doen. Verven dit. En let op, we gaan op de knop vissen klikken nu. En kijken wat Lumina voor ons gaat doen. Hey, dat ziet er goed uit. Kijk, 1-0 voor Lumina. Deze ziet er dus beter uit dan in Lightroom. We klikken op de knop klaar en je ziet het resultaat. Prachtig toegepast door Lumina. Als laatste gaan we kijken in Photoshop. Vanuit Lightroom rechts klik ik op de miniatuur. En ik kies voor bewerken in Photoshop 2020.
Nu kies voor een kopie bewerken met Lightroom aanpassingen. Klik op de knop bewerken. Photoshop wordt geopend. En hier zien we de foto in Photoshop. Nou, dan gaan we even zo. Hier aan de linkerzijde bevindt zich het snelretoucheerpenseel. Klik daarop en je ziet tevens de andere retoucheergereedschappen. Maar we houden het bij het snelretoucheerpenseel. Ik retoucheer eigenlijk altijd op een lege laag. Dus klik hier onderin op het plusje. Je ziet een lege laag verschijnen. Dubbelklik daarop. En ik noem deze laag retouche. Nou, daar gaan we. Dat is 1. Dat is 2. En als laatste. Hop, weg. Photoshop, voor mij duidelijk de winnaar. En het staat ook nog een keer op een aparte laag. Dus mocht je niet tevreden zijn over het resultaat, ja, dan kun je deze laag heel snel weer verwijderen of aanpassen. Non-destructief, zoals je ziet. Nou, in Photoshop zijn er nog veel meer mogelijkheden om deze plekjes te verwijderen. Ik liet nu zien het snelretoucheerpenseel. Ik zal het nog eentje laten zien. Ik haal de laag weg. De tweede mogelijkheid die we laten zien is via het menu bewerken, vullen met bout van inhoud. Maar voordat ik dat ga doen, moet ik wel eerst aangeven wat ik wil gaan vullen met bout van inhoud. Ik gebruik hiervoor het rechthoekig selectiekader en ik trek heel grof om deze stoelen het gedeelte wat ik wil gaan opvullen. Daarna kies ik voor bewerken. En de optie vullen met behoud van inhoud. Klik deze aan. En let op, je ziet hier de voorvertoning. En je ziet dus van tevoren hoe er wordt opgevuld. Maar als dat niet helemaal goed gaat, heb je hier aan de rechterkant nog allerlei mogelijkheden om dit te corrigeren. Nou, je ziet het, bijna in elk geval gaat dit gewoon hartstikke mooi. Uitvoer naar een nieuwe laag. En dat wil ik. Druk op OK. En je ziet, even Ctrl-D, Command-D voor de Mac, om de selectie op te heffen. En je ziet hoe mooi die deze stoelen heeft verwijderd. Ja, dit is dus voor en dit is na. Welke heeft dus mijn voorkeur? Nou, als je naar de resultaten kijkt, Lumina doet ook prima zijn werk. Alleen heeft Photoshop wat meer mogelijkheden. En daarom is voor mij Adobe Photoshop de nummer 1. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.